U zei het net ook al. En toen u de laatste keer was in december vorig jaar, zei u, het gaat eigenlijk maar om één ding. Namelijk luchtafweer, luchtafweer, luchtafweer. U heeft 200 miljoen euro extra ook deze week daarvoor beschikbaar gemaakt om aan Oekraïne te sturen. Zelensky zegt dank u wel en dat is mooi. Maar ik wil een Patriot van jullie. Nog eentje. Ja. Gaat hij die krijgen? Nou, we zijn nu allemaal aan het kijken. Hè. Afgelopen vrijdag weer afgesproken dat we echt moeten kijken wat we bij elkaar kunnen krijgen om meer Patriots. Het gaat natuurlijk niet alleen om Patriots, maar die zijn wel heel erg belangrijk. En we zien het met name bijvoorbeeld in Kharkiv, dicht bij de Russische grens. Daar hebben de Russen het nu op gemunt met forse luchtaanvallen. Dus die Patriots hebben ze nodig. Het is een schaarse capaciteit binnen de NAVO. Maar we gaan kijken wat er mogelijk is. Wij hebben zoals bekend al geleverd op dit punt. Mm-hmm. Dus we praten met een aantal landen om te kijken of we toch meer kunnen doen. We hebben er nog een paar. Het zou kunnen dat wij als onderdeel van een coalitie ook meer Patriot of nog één installatie bijvoorbeeld gaan leveren aan Oekraïne. We gaan echt kijken wat mogelijk is en daar willen wij dan ook aan bijdragen. Maar het zal in samenwerking moeten. Ja. Zijn er nog Nederlandse generaals die dan tegen u zeggen, ho, 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 we hebben die spullen ook zelf toch hopelijk niet, maar misschien ooit nodig? Ja, maar dat misschien ooit, hè, dat is natuurlijk, dat is ten eerste al vrij dichtbij. Hè. We moeten onze krijgsmacht nu op orde krijgen. Zoveel tijd hebben we niet te verliezen. Op dat dus punt. Kunnen we die spullen dan missen? Dus we moeten het op een verstandige manier doen. De eerste prioriteit is nu Oekraïne steunen. Maar gelijktijdig moeten we de eigen krijgsmacht versterken. Dat betekent dat bijvoorbeeld voor de Patriot. In Duitsland openden we een productielijn voor Patriot-raketten. Dankzij Nederland, Duitsland en een aantal andere landen die gezegd hebben, we hebben zeker meer nodig en het moet ook snel. Dus we gaan die in Europa produceren. Nou, dat soort slimme oplossingen, die kunnen we alleen maar samen voor elkaar krijgen. En ik vind dat een goed voorbeeld van hoe Europa eigenlijk de handen ineens laat. En we samenwerken met de Amerikanen. Als zij de producent zijn van een systeem, maar tegelijkertijd tegelijkertijd dat we ook kijken, er zijn ook Duitse systemen. We hebben uiteindelijk natuurlijk ook eigenlijk een Europees schild nodig in de luchtverdediging. Dus het moet allebei tegelijk. En hoe snel moet het? U zei vrijdag ook weer overleg met uw collega defensieministers. Hoe precair is de situatie op dit moment aan het front in Oekraïne? Nou, die situatie is precair. Aan het front vanwege de munitietekorten. Maar in heel Oekraïne, we zien het in Kharkiv, maar ook in Odessa, Dnipro. Door de voortdurende luchtaanvallen. En daarom zijn die Patriot-systemen belangrijk. Maar bijvoorbeeld ook het F-16-project. Mm-hmm. Want luchtverdediging is uiteindelijk geïntegreerde luchtverdeling op alle lagen. Die drones die haal je niet met Patriots uit de lucht. En die bommenwerpers kun je ook op een andere manier uit de lucht. Ja, maar die drones kunnen bijvoorbeeld, hebben we deze week gezien, wel weer een gevaar opleveren voor die Patriot-installaties. De drones van de Russen kunnen dan eventueel daar schade aanrichten. Ja. Nou, kijk, ze hebben meer nodig van alles. En ze hebben dus ook meer munitie nodig. Maar ze hebben zeker in de luchtverdediging kunnen we ze nog versterken door meer Patriots, door het F-16-project zo snel mogelijk af te ronden. En door ook een aantal andere systemen te leveren. Het is een groot land, hè, Oekraïne. En de Russen worden toch ook wat slimmer dan ze in het begin waren met hun aanvallen. Je hoort, voordat we het over die F-16's verder gaan hebben, en we hebben het met Rob de Wijk bijvoorbeeld ook wel eens besproken, vaak zeggen, wij, het Westen, geven Oekraïne genoeg steun om niet te verliezen, maar niet genoeg steun om daadwerkelijk die oorlog te winnen. Bent u het eens met die analyse? Nou ja, ik vind dat we meer moeten doen. Hè. Dus in zekere zin ben ik het dan eens met de analyse. Want op deze manier, op dit moment is het niet genoeg, laten we eerlijk zijn. Dus we moeten meer krijgen. Maar sommige dingen kosten ook tijd. Bijvoorbeeld die F-16. Ze moeten omschakelen naar een Westers systeem. In dit geval Amerikaans systeem. Is totaal anders dan wat ze hiervoor hadden. En dat kan je niet sneller doen dan we dat nu doen. Nee, zullen we eens kijken naar die F-16? Ze hebben daar overigens beelden van. Want u vloog zelf mee in een F-16. Ja. Er zijn beelden van gemaakt. Laten we daarna gaan kijken, terwijl we het hier over hebben. Naar Roemenië. Even eerlijk, het gaat natuurlijk om oorlogstuig. En natuurlijk zijn het dingen die bedoeld zijn, gemaakt zijn om schade aan te richten. Maar dit is toch ook wel vrij bijzonder om een keertje zo'n vluchtje te maken? Hè? Absoluut uniek, ja. U had het nog nooit eerder gedaan? Nee. Dus hoe is dat dan om in zo'n F-16 te zitten, om mee te vliegen? Ja, ik ben ongelooflijk onder de indruk. Dit is wat deze mensen kunnen, die hiermee kunnen, niet alleen kunnen vliegen, maar dit ook nog in het gevecht helemaal beheersen. Het is ongelooflijk. Ja. Ze gaan naar Roemenië. U vloog naar Roemenië, daar wordt u afgeleverd. Ja. Uw Roemeense collega vloog u in een F-16, geloof ik, ook tegemoet weer. Ja. En er wordt nu heel snel getraind. Eerst Roemeense, daarna Oekraïense piloten. Maar u zegt zelf, het moet snel, het moet snel, het moet snel. Kan het niet nog sneller dan het nu al gaat? Als wij piloten opleiden, dat was voor de F-16, nu voor de F-35, dat duurt jaren.
Dat is echt een heel lang traject. En dat moet ook. Hè? Want mensen moeten tot in de puntjes beheersen. En het moet ook nog veilig zijn. Nou, dat willen we voor de Oekraïners ook. Maar we doen het echt in een snelkookpan. Hè? We zitten echt in de fast track van de F-16-opleiding. Zowel piloten die al kunnen vliegen, als gewoon nieuwe piloten die eerst het traject door moeten om te leren vliegen. En er komt bij ook nog het onderhoudspersoneel, al die technici. Dit is echt een heel complex systeem. En je hebt er ook alleen maar iets aan als je het echt helemaal beheerst. Gaan we bijvoorbeeld het onderhouds, dat vroeg ik me nog af, onderhoudspersoneel. Ja. Gaan er Nederlanders mee die kant op? Ziet u een mogelijkheid dat wij Nederlandse mensen, weliswaar ver achter de linies, maar toch daarheen sturen om onderhoud aan die toestellen te plegen? Nou, kijk, wij zelf gebruiken ook het bedrijfsleven, Lockheed Martin, om werk voor ons te doen. We hebben onderhoudscontracten met onderhoudsbedrijven. Dus het kan heel goed dat Oekraïne straks ook op contractbasis bedrijven inschakelt om hun te helpen daarbij. Dat kan. Dus geen Nederlandse militairen, maar mogelijk wel Nederlandse burgers? Ja, het kan uit ieder land natuurlijk komen. Dat zou ik ook verstandig vinden. Juist omdat je op die manier dat onderhoud zeg maar efficiënter kunt organiseren. Ja, je zegt, we doen er alles aan om het zo snel mogelijk te doen. Maar gaat het nogmaals snel genoeg? Ik zag deze week beelden, ik geloof bij Nieuwsuur, van Russische gevechtsvliegtuigen laag boven het slagveld, die daar gewoon een vrij spel hadden. Je hebt die beroemde glijbommen die ze door laag te vliegen kunnen laten gaan en die gigantische schade aan Oekraïnse stellingen aanrichten. Komen we op tijd? Nou ja, nee, niet op tijd, want de schade wordt nu aangericht. Ja. Te laat, ze moeten zo snel mogelijk daar zijn. We hopen dat vanaf deze zomer de eerste F-16's die kant op gaan. Daarna zullen we dat gestaag uitbouwen. Ja, en daarna hangt het van de Oekraïnse luchtmacht af hoe efficiënt ze zijn in het inzetten ervan. Maakt u zich zorgen? Ik maak me zorgen, zeker, absoluut. Ja, we moeten echt meer doen. We hebben nu gezorgd dat de munitieproductie in Europa echt fors omhoog gaat. Intussen kopen we elders munitie. Dat wordt nu die kant op gestuurd. Maar de verhoudingen zijn op dit moment niet goed. Maar tegelijkertijd denk ik dat we wel in staat zijn om het te herstellen. Het Amerikaanse steunpakket, we hebben het Tsjechische munitieinitiatief. Er is een nieuw Ests initiatief. We hebben de Duitsers waar wij nu met fors geld aan bijdragen om te zorgen voor meer Patriot-raketten. We zetten nu echt alles op alles en dat moet ook. Joris Voorhoeven, een van uw voorgangers, zei dit weekend in Trouw, de situatie is kritiek, de patiënt is in levensgevaar. Is het inderdaad, is het zo kritiek? Komen we net op tijd? Nou ja, kijk, aan het front is het kritiek. En Rusland gebruikt dat door die luchtaanvallen bijvoorbeeld op Kharkiv echt op te voeren. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook Oekraïnse successen gezien. Neem bijvoorbeeld op de Zwarte Zee, waar ze de Zwarte Zeevloot helemaal hebben teruggedrongen. Dat is echt ontzettend knap. De Oekraïners zijn heel goed in het omgaan met de nieuwe technologie, met drones in allerlei soorten en maten. En we moeten gewoon zorgen dat ze dat kunnen volhouden. Ze hebben dat vertrouwen nodig, dat we hen blijven steunen. Dat de toevoer van de wapens en de munitie, dat die blijft komen. Want hun moreel moet hoog blijven. Dat heb je uiteindelijk heb je ook die wil om te vechten nodig. En die blijft er alleen als wij zeggen, je kunt op ons rekenen en het komt er echt aan. Okay. We gaan er zo meteen nog verder, ook weer IJzeren Gordijn, Oekraïne, Rusland daarover, ook met Rob de Wijk.